Wij zijn Warp Industries en we ontwikkelen VR-trainingen voor bedrijven om medewerkers te trainen. Denk bijvoorbeeld aan safety en security trainingen en wat doe je als een boorplatform in de brand staat, maar ook aan leadership, retail of medische trainingen. Het enige wat je nodig hebt is een smartphone en een VR-bril. Je kan dus trainen waar en wanneer je wil. En die flexibiliteit kan een hoop geld, planning en mankracht schelen. En omdat we gebruik maken van 360 graden video, kunnen we enorm realistisch trainen. Voor de brandweer hebben we een drietal trainingen gemaakt in het kader van brandveilig wonen. En in die eerste training moet je zorgen dat je huis veilig is voordat je naar bed gaat. In die tweede training moet je weten wat je moet doen als je moet vluchten in een noodsituatie. En in de derde training gaat het over een keukenbrand. En al deze trainingen zijn te vinden in de App Store. Hoe komt het nou tot stand? We beginnen met een brainstorm sessie met de klant. Hier combineren wij onze VR-kennis met de leerdoelen en protocollen van de klant. Vervolgens gaan we filmen. Dit doen we in één dag. We maken hierbij gebruik van 360 graden video en acteurs. Ten slotte zetten we alles in een app dat iedereen overal op een smartphone kan spelen. Het product wordt enthousiast ontvangen door eigenlijk elke leeftijdscategorie, van kinderen 5, 6 jaar tot aan de senioren 80, 90 jaar. En iedereen is enthousiast en eigenlijk willen ze, naar aanleiding van de VR-experience, het thuis zeker nog een keer ervaren en beleven. En het vooral ook de boodschap doorgeven. Ja, vond ik heel gaaf en ook wel confronterend om te zien welke varianten je hebt. En dat als je één keer een verkeerde keus maakt, dat je dan jezelf in gevaar bent. Interessant om dat te zien hoe het eigenlijk is, want dat, normaal zie je dat niet. Ervaar je dat niet zomaar. Het huis staat niet iedere week in de brand, zeg maar.